De metro in Amsterdam. Dagelijks gebruiken zo'n 200.000 mensen de Oostlijn van de metro. Al bijna 40 jaar. En dat heeft zijn sporen nagelaten. De samenhang tussen architectuur, kunst, stationsmeubilair en bewegwijzering is verdwenen. Nieuwe ingrepen weken af van het oorspronkelijke ontwerp. Het resultaat is een rommelig station waar reizigers zich vaak niet op hun gemak voelen. Uitgangspunten bij de renovatie van de metro Oostlijn zijn zichtbaarheid en transparantie, terugbrengen van rust, clusteren van losse elementen, clusteren van media en indirect en ruimtelijk verlichten. Tijd om rust en licht terug te brengen in het station, om de sociale veiligheid en het comfort te verbeteren. In het project Stationsrenovatie Oostlijn worden 16 stations gerenoveerd, zodat deze voldoen aan de uitgangspunten van toen en aan de eisen die we nu aan een modern metronetwerk stellen. We rijden een stukje mee met de metro. Dit is station Wibautstraat. Een gevoel van veiligheid en comfort zit vaak in kunnen zien en gezien worden. Nieuwe vides creëren overzicht en doorzicht. Een uitgewerkt verlichtingsplan zorgt voor ruimtelijke verlichting van de stations, zodat de informatie eenvoudig te vinden is. De brutalistische architectuur van de Oostlijn vormt de basis voor het nieuwe ontwerp. Ruw beton wordt aangelicht. Nieuwe keramische wandtegels vormen vloeiende lijnen waarbij bebording, kunst, reclame en de reizigers zorgen voor kleur. De voorwerpen die de reizigers direct aanraken, zoals leuningen en banken, zijn uitgevoerd in hardhout. Dit is station Bullewijk. Om de reis van de passagier zo makkelijk mogelijk te maken, is ook de inrichting van de stations aangepast. Weten waar je terecht kunt voor informatie, opladen, OV-chipkaart en overstapmogelijkheden op bus en tram is tenslotte een voorwaarde voor vanzelfsprekend reizen. Daarom zijn borden, spitsbakken, veiligheidsinstallaties en SOS-zuilen geclusterd op goed vindbare en aangelichte locaties. Liften zijn straks van glas. Liftschachten worden aan de voor- en achterzijde opengemaakt en van glas voorzien. Zo voelen reizigers zich veiliger en blijven liften ook schoner. We eindigen onze reis in station Weesperplein. Eén lijn voor 16 stations langs de Oostlijn, die van elkaar verschillen, maar wel onmiskenbaar dezelfde vormentaal delen. Die straks iedere reiziger een gevoel van veiligheid en comfort bieden, boven en onder de grond, voor de komende 30 jaar.